Adriaan Drost, welkom in Bakkeveen. Nieuwe single en nieuw album. Ik vind het artwork gigantisch mooi. Wie heeft dat gemaakt? De single heb ik zelf gemaakt en het album dat heb ik laten maken door Martin Media. Ja, ja, het is, het single draait als een tierenlier, doet het goed in de lijsten in Nederland en het album gaat ook hartstikke leuk, dus ik ben weer ontzettend blij. Ja. Hoeveel tracks staan erop? Oh, daar moet ik even nadenken. Volgens mij 15 of 16. Ja. En allemaal nieuwe of zijn er ook liedjes van wel eer bij? Er staan 6 nieuwe tracks op. En de rest is allemaal al single geweest. Of ja, precies. Ja. Jij houdt van lekker gezellige muziek. Heel herkenbaar. Radiovriendelijk. Ook bij Radio NL veel gedraaid. Andere stations die gaan ook gewoon mee? Ja, over het algemeen gaan alle stations mee. Dus ja, ik heb niks te klagen. Gaat hartstikke leuk. Ja. Je hebt ook een bedrijfje daarnaast. Ik doe al een beetje op het artwork. Maar jij drukt cd's. Wat kun je daarover kwijt? Wij dupliceren al cd's vanaf 50 stuks voor de mensen in een wallet. Dat maken we in eigen huis. We doen ook persingen voor artiesten. En daarnaast heb ik nog een platenlabel. Dus ja, dat loopt als een gekko. Dat gaat hartstikke goed. En er was een samenwerking met Caspar Janssen? Klopt, wij maken samen de Hollandse hitkanjers. Die brengen wij 1 keer in de zoveel tijd uit. En dan doen we allebei van ons label 10 artiesten erop plaatsen. En hoe vaak komt zo'n album uit? Dat is even afhankelijk, maar we proberen 3 keer in het jaar zo'n album uit te brengen, minimaal. Nou sta je in Bakkeveen, hoe laat moet je optreden hier? Ik ben zo rond 4:30 aan de beurt en dan, ja, dan mag ik los. En wat ga je zingen? Sowieso mijn nieuwste single en mijn laatste 3 singles. Gewoon de nieuwste 4, zeg maar. Ja. Nou, succes! Dankjewel!